Zien jullie geesten die jullie de hele tijd aanstaren en dan weer weggaan? Wel, in mijn leven gebeurt dat dagelijks. Ik ben Olivia Prior en de stem die je nu hoort is niet van mij. Ik heb geen stem en ik heb er ook nog nooit één gehad. Olivia leeft in het weeshuis Merilance, sinds heel lang nu. Het enige wat ze van haar ouders heeft, is het dagboek van haar moeder. En de laatste geschreven woorden zijn: zolang je wegblijft uit je land, ben je veilig. Ik ben nooit het braafste meisje geweest. Dus toen de directrice me in haar bureau vroeg, dacht ik dat ik iets mis had gedaan. En toen, op dat moment, ging haar leven helemaal veranderen. De directrice gaf haar een brief. Een brief, ondertekend door haar oom. Daar ben ik dan. Ze werd ontvangen door een huishoudster dat haar duidelijk niet had verwacht. Olivia gaf haar de brief, die ze van haar oom had gekregen. De vrouw keek haar ernstig aan en zei: je oom is sinds lang dood. Een jongetje die haar neef moest zijn, zei op zijn beurt: ga weg. Als je te lang wacht, gaat de dood weten dat je hier bent. Ik vond het een buitengewoon boek, omdat ik elke keer verrast was van het gevolg dat ik las. En het is ook een best vrolijk boek. De titel van het boek is Galant. De auteur is V.E. Schob. De uitgeverij is Boekerij. Het thema is een parallele wereld. De genre is fantasie. En er zijn in totaal 299 bladzijden.